bevinden ons in Reset Home, in de tuin. Dat is de plaats voor beeldende kunst die kunstenaar Gert Robijns heeft tot stand gebracht. En waar hij nu een nieuwe installatie heeft gemaakt, die hij Reset Mobile noemt. Wat is jouw inspiratiebron geweest om deze installatie te ontwikkelen? Het was te lang tijd. 10 jaar lang hebben we eigenlijk projecten gemaakt in het landschap, maar die altijd 100% verbonden waren met de omgeving. Het dorp verplaatst naar het vliegveld, Reset van Doren, waarbij we de villa helemaal omspiegeld hebben en gearticuleerd hebben als museum van het landschap. Het huis van mijn grootouders, Reset Home, waarbij we vertrokken zijn vanuit het huis en vervolgens een sculptuur rondgebouwd hebben. En het was allemaal verbonden, letterlijk aan de plek, site-specific, heel gericht op Limburg en Zuid-Limburg. En op welke manier hoe ik de plek waar ik vroeger van weg moest gaan om over kunst na te denken, ter plaatse kon over kunst denken. Terwijl dit een open ruimte is die transporteerbaar is. Ja, dit is verplaatsbaar. Een parachute eigenlijk, ja, die om het even waar zou kunnen neerstrijken. Ja. Op een bepaald moment kwam er de vraag van een Loonse politica van ja, jullie doen allemaal heel interessante dingen, maar eigenlijk nooit verbonden met onze jeugd. Kunnen wij niks maken waarbij kinderen mee worden genomen in jouw project? En dan ben ik aan het nadenken, hoe kan ik in plaats van iets maken waar mensen naartoe moesten komen, dat wij naar de mensen zelf konden gaan. Maar dit is niet zomaar een parachutetent, hè? Er zitten allerlei vormen van betekenis in. Ja, het is... De bedoeling was eigenlijk dat we een structuur maakten. En de structuur bestaat uit 1 centrale paal, waar rond 24 kleine palen gezet zijn. En die 24 palen die worden via een koordsysteem onder spanning gehouden en houden elkaar recht. En die 24 palen die refereren natuurlijk ook naar de 24 uurgordels, de 24 tijdzones van de wereld. En elke paal vertegenwoordigt 1 tijdzone. Waardoor je meteen ook een internationale betekenis geeft aan deze installatie en wellicht ook internationale mogelijkheden. Ja, het project is nu al aan het reizen. Ik heb een samenwerking aangegaan met Yutaka Sono, die stenen vanuit Japan naar hier gestuurd heeft en waarbij wij een ruimte naar hem gestuurd hebben in de vorm van een parachutetent. En waarbij hij op een berg, ten zuiden van Tokio, een berg die waar vroeger, een steengroeve waar vroeger een economische activiteit was rond het verwerken van lokale steen. En dit is een beetje teloor gegaan en waardoor die berg eigenlijk totaal anders kan geëxploiteerd worden. En je gebruikt dus deze installatie eigenlijk om de aandacht te vestigen op die problematiek en eventueel veranderingen teweeg te brengen. Ja, het is ook een pionier, hè. Hij gaat naar zo'n plek die eigenlijk waar het leven voor een stukje weggaat en waarbij hij dan ook kunstenaars wil uitnodigen op verschillende platforms op de berg om kunstwerken te gaan maken. Nog andere mogelijkheden die zich beginnen af te tekenen? Er is ook een collectief in Argentinië die naar aanleiding van de biennale al daar, de Biennale Sur in San Juan, waarbij kunstenaars zelf een parachute hebben gemaakt omwille van het feit dat de plaatselijke munt heel erg zwak staat, hadden ze wel een budget om een biennale te maken, maar niet om internationale kunstenaars te laten en afreizen. En dan heeft Reset Mobile een betekenis in het landschap, ja, in relatie zij, met het landschap. Dus die lokale mensen hebben zelf de mobiel gemaakt met eigen middelen en zijn dan vertrokken naar een zilvermijn waar het terug een soort van open landschap is en waarbij de mobiel hun eigen thuis geeft, een soort van ankerpunt geeft in het landschap. Maar ook in de eigen regio heeft deze installatie allicht mogelijkheden. Hè? Ja, we zijn in gesprek met Filabasta, een jongerenorganisatie, om te kijken op welke manier dat jongeren kunnen verenigd worden onder zo'n plek en betekenisvol kan zijn. En een soort van, het is eigenlijk een soort van huisvesting, het is een soort van koepel waar je even het gevoel hebt dat je niet in een soort van open wijds landschap terechtkomt, maar waarbinnen je in de relatie met het landschap dingen kunt gaan doen.